In de mede vond gisteren de Lakeside Open Steenwijk Land plaats. Deze werd georganiseerd door de dartsvereniging Steenwijk. Maar liefst 256 darters wisten de weg naar het toernooi te vinden. Diverse regionale en nationale toppers kwamen op dit evenement af. Helaas voor de toernooileiding en darters en toeschouwers belden de aangekondigde toppers Jelle Klaassen en Vincent van der Voort een half uur voor aanvang van het toernooi af. We moesten het toen ook doen met de lokale toppers Pieter Colijn en Ruud de Meulen. Deze haalden de finale niet en werden uitgeschakeld bij de laatste 32. Professioneel darter Erwin Eksterkaten had een heel eigen visie op toernooien zoals deze in de meente. Je moet het niet hebben van goede darters. Je moet het hebben van de minder darters die het gezellig vinden. Daar moet je het van hebben om een toernooi. Of je moet zo donders veel sponsoring geld hebben. Maar anders kun je niet een toernooi opzetten. Je moet het hebben van de mindere darters. En ik waardeer dat. En er zijn weinig mensen die waarderen. In de verliezersronde verloor speler Henk Tukker van Janolier. En de spannende finale wedstrijd in de winnaarsronde. Daar ging de strijd lange tijd gelijk op tussen Toon Grebe en Johnny Akke. Na afloop had Egbert Vink met beide heren een interview. We staan hier met Johnny Akke, ja, verliezend finalist. Ja, je kwam op een mooie 2-0 voorsprong. Ja, toen dacht je, het kan eigenlijk niet meer mis. Ja, het leek ook wel niet mis te gaan. Alleen de derde set, alleen veel dubbels missen. Elke lek voorsprong en net de dubbels missen. Ja, en daar profiteerde hij heel mooi van. Hoe keek je terug op het toernooi? Oh, een geslaagd toernooi. Ik had van het begin niet gedacht dat ik zo ver zou komen. Toch als je de deelnemers veel zagen, dan denk je van, nou, dat is toch mooi gedaan. Ja, en er staat een man naast jou, Toon Grebe. Gefeliciteerd met de titel. Dankjewel. Ja, vandaag win je hier in een hele mooie pot. Kop 2-0 achter. Ja, en dan vecht je het dan weer terug. Ja, hij speelde goed. En 2-0 achter, dat is nooit fijn. En ik maakte mij veel te druk. Toen begon ik rustig gooien, ja, toen ging het een stuk beter. En toen won ik. Hoe keek je terug vandaag voor het eerst hier in Steenwijk? Ja, is goed. Goed toernooi. Volgend jaar zeker terugkomen. Volgend jaar kun je, want je moet de titel verdedigen, hè? Ja, tuurlijk. Oké, succes. Ga ik naar het Open NK? Ik ga ook heen, ja. Nou, en wat verwacht je daar? Ja, als zo gaat als vorig jaar, dan teken ik gelijk voor. Dat was laatst 16, dus dat... Oh ja, dat is niet slecht. Nee, dat was zeker niet slecht. Dus... Oké, heren, succes.